iedereen, superleuk jullie kijken naar deze nieuwe Minecraft Survival. Vandaag ben ik alleen, maar niet helemaal, want op de achtergrond hoor je... Niemand. Nee. Jawel. Niemand. Janiek. Janiek, yay. Yay. Oké, we wilden even uitleg. Janiek, leg uit. Waarom ik niet zelf meedoen? Ja. Nou, omdat ik niet meer in mijn Minecraft kom. Hij heeft zo vaak ingelogd waarschijnlijk, dat hij gewoon niet meer erin kan. Ja, en ik heb mijn wachtwoord ook 4 keer aangepast en alles. En pretty fucked, but ja. Yeah. It is what it is. Ja, dus ik ben nu helemaal alleen. Er zit verder, kijk, er zit niemand in de server. Ik ben hier al heel even niet meer geweest ook. Oké, wat hebben we veranderd? Oh, farm is weg. Ja, Er is een vloerbaan. Oh ja, die farm was al weg trouwens. Ja, ik wou zeggen. Oké, het hele nieuwe deel, ik zal het even laten zien. Dit. We hebben hier de dieren neergezet. Die stonden eerst daar. Aan de andere kant. En er zit hier een zombie pigman. En ik weet niet of we dat al gezegd hebben. Ja. Met ik, Simon, X en dan ikke. Want als zeg maar het onweert. Kijk, hij valt me niet aan, maar oké. Als het onweert en er komt onweer op die varkens, dan verandert hij dus in een pigman. Dus we hebben een mooie pigman erbij. Jee. Fantastisch. Ja. En kippen. En dit hebben we niet helemaal volgedaan, want ik weet niet of je dat hebt gezien, maar... Ja, ik heb jullie video al gezien van de dingen. Fuck, dat kan echt niet. Oh, aardappel zit daar. Nee. Zin even dopen. Zin even ornen. Het is, ja. Echt, het is echt niet gezond hoor, maar goed, wel. Wat ik eigenlijk in mijn hoofd had, is misschien kunnen we wel weer iets bouwen. Nou, ik wil eigenlijk naar de Nether. Oh, je wil naar de Nether? Ja. Godverdomme pleeg. Ja, dat kan. Nou, want ik moet glowstone hebben. Oké. Okay. Want ik moet... Ga je dan naar de Nether en dan gaan we daar iets bouwen? Ja. Dus, Siren's huisje. Ja, dat had ik meegekregen. Die hebben we trouwens ook gemaakt, gewoon deze muur, want... Zombies en... Enge mensen die binnenkomen. Ja, want allemaal monsters vinden het leuk om onder deze twee bomen te gaan staan. In die boom hebben we ook verstoppertje gespeeld, weet je nog? Ja, kon je me niet vinden. Je liep er 15.000 keer langs mij. Ja, klopt. Oké, ik ga even dingen dumpen, want ik weet dat ik moet gaan naar de Nether. Ik ben echt als de dood voor de Nether. Nee, oprecht. Oprecht ben ik bang. Ik kom er niet zo vaak, ik weet niet. Nou, ik zal je wel laten zien... Je komt buiten, je hebt allemaal, je wil gewoon goud en zo, maar die moet je niet gaan pikken. Die moet ik ook weer een keer ordenen, maakt helemaal niet uit. Hey, heb ik een schep nodig, denk je? Voor wat? Ja, daarom. Weet ik ook niet. Ja, misschien voor, dan moet je wat daarvoor een soulsand hebben, nee toch? Nee, soulsand heb ik toch niet nodig. Ja, weet ik veel, als je dat wil, als je dat ziet, dan denk ik, hey, ik denk, goed, nou, we gaan meteen, ik heb trouwens geen, villagers meer gezien. Nou, mooi. Kijken. Ja, is dat nog steeds op easy, hoor. Nou, dan gaan we dan. Ik ga hartstikke dood, maar oké. Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb 9 levels, dus het mag. Weet je nog dat ik 29 levels had en dat jij het leuk vond om mij dood te mappen? Ja, weet ik nog. Vond ik echt leuk. Dat was echt een van mijn leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Dat is zo erg. Nee, dat is een grapje, maar ik vond het wel leuk. Volgens mij zit hier een kaas in de buurt. Despawnen, zag je dat? Er was een despawn. Oké, ik durf niet. Laat ik deze deur er even uithalen. Gewoon eruit halen? Want ik weet dat die knop gaat... De knop? Knoien. Maar je haalt hem er toch uit. Nee, als ik snel moet doen, dan durf ik het niet, zeg maar. De vorige keer zagen we het al bij Simon X. Wow, kijk, ga eens naar die Pigman. Kijk, er is iets nieuws. Nee. Nee, ik zweer het. Ga daarheen. Ga naar zo'n pigman toe. Ja, loop er gewoon heen. Oké. En dan? Ja, dan moet hij niet weglopen. Nee, nee, kijk. Mag ik kom eens? Nee, ik ga hem niet mappen. Ik ga hem niet mappen. Oké, let op, hè. Ik ga hem wel mappen. Maar hij loopt ook weg van mij. Ja, Je kan traden met die dingen, toch? Ja. Ja, maar moet je goud hebben? Ja, maar wacht. Wat zoek je? Oké, ik weet niet wat hij nu aan het doen is. Nee. Nee! Iedereen komt. Nee, doe. Nee!
Ren weg, ren weg. Oh, jij bent zo fucking vuile flikker, hè? Kijk, iedereen komen, gek. Dan kan ik de hele leven, mijn hele leven okay. niet meer laten Ik heb het veroorzaakt. Laat mij eruit redden. Okay. Ik zweer het, ga terug. Oké. Nee, alsjeblieft. Ik zweer het. Nee. Jawel, komt goed. Nee. Daarom heb ik dus trauma's aan de nadder. Oh god. Ah, platte deur. Godverdomme. Ah, eentje kan je toch wel aan. Nee. Ga naar buiten. Oh. Ja, maar nou, dat was leuk in de nadder. Oh, dit was oprecht leuk. Okay. Ja, maar dat betekent dus ook dat die pikbaan dame aan gaat vallen. Die kan je al doden, toch? Ja, die wel, ja. Nou, ik zou zeggen dood hem. Eerste moeten zijn. Fijn. De eerste cheat is nou een feit. Ik ben al half ga naar die pikman, dood hem. Ja. Je moet je bravery bewijzen. Ik wist dat jij dat ging doen en toch gaf ik mijn muis aan jou. Hoe dom ben ik? Ja, dat is wel pittig dom. Je weet gewoon wat kan gebeuren. Hier, let op. Hallo! Ga in het hok. Oké. Okay. Dan gewoon battle tussen de varkens. Hij doet niks. Waarschijnlijk omdat hij niet in de nether zit. Klaar. Ja, ik slaap wel. Map hem dood. Ja, varken, dan moet je ook niet in de beurt gaan staan, hè, lomp. Ja, hoe kom je nou ook? Gewoon weer een hek. Nou, kunnen we een ijsje bellen? Ja, dan heb je toch je zin in. Oké, laten we zeggen, we doen iedere een helft of zo. In een huisje. Dat jij, zeg maar, of dat we gewoon elkaar tips geven. En dat we dan een okay. leuk stukje doen of zo. Ja. Nou, waar wil je waarom keek ik er nou mee aan? Waarom ben ik zo fucking dom? Oké. Okay. Je weet dat hij gewoon kan teleporten. Ja, I know. Nou, wat voor huis wil je maken? Ja... zeg niet iets met kwarts, want dan moet ik dus nog naar de nether. Stripclub? Stripclub. Nee. Jij wel. Ja. Gewoon een mooi huisje. Mooi huisje. Deze stijl, die hier voor je ziet, met hem gewoon dood. Oké, okay, mijn eerste battle met Nether, mijn jongens. Ik ga het vies hard dood, weet je dat? Nee. Oh, jij pakt hem gewoon. Ah, ik had toen een Enderpearl, weet je nog? Toen ik had op twee hartjes in de mandje. Oh, ja. En toen wilde ik hem doodmaken, toen ging ik gewoon dood. Dat kan ik wel. Hij zo. Twee map, ik ben dood. En toen zei je, waarom kreeg ik niet eerst naar mijn hartjes? En toen had ik hem dood, toen kreeg ik wel een Enderpearl. Ja, ik kreeg helemaal niks. Oké, laten we hem daar bouwen. Het draait op. Ja, daar. Ja. Maak maar een fundering en dan ga ik daarna verder en dan maak ik mijn kern weer af. Ja, een fundering van wat? Van steen, hout, onbewerkt hout, kies maar. Ik wil denk ik wel van steen. Misschien is het leuk om een keer met dit te doen of zo. Diorite of graniet. Granite, ja, kan. Maar ja, dan moet je niet te veel gebruiken, anders krijg je zo'n bak stenen. Dan moet je de rest wel van hout gaan maken. Ja, dat hoeft. Ik denk dat ik gewoon als ondervloer gewoon een hout doe. Maar dan ander hout als normaal. Je kan wel die. Pak maar die granite. Deze. Zo, nee. Diorite, sorry. Wel hè? Diorite is mooier. Wil je dan diorite en dan. Die voor de hoeken. Wil je dan dit zo? Nee, juist niet. Nee? Nee. Okay. Dan wordt het een beetje lelijk. Krijg van. Oké. Okay. Dan mag jij, ja. Is daar nog wat? Hout of zo? Voor second layer. Ik loop gewoon weer naar boven. Hé, hey, hallo. Oké, dan doen we voor hout. Wil ik wel... past dit er mooi bij? Ik ga licht hout doen. Wel? Ja. Gewoon een stack. Zo. Ja. Dus, je kan en nog, dan... Oh, ik had gewoon nog glowstone. Oké. Okay. Oh, die kan je op zich wel erbij doen. Al dit. Ja, één of de hoek of zo, weet ik veel. Gewoon als met een hekje als daarboven als lantern. Stairs voor de deur misschien. Als je naar boven. En wil ik wel stone bricks eigenlijk, want ik vind die niet mooi. Zou jij wel die pakken? Kan. Nou. Pak deze maar. Oké, dan pak ik de stonebricks.
Dan pak ik ook even die. Ja. Te veel. Nou, wat maakt dat nou uit? Jongen, ja, nou, kijk hoeveel steen we hebben. Nou, oké, je hebt wel genoeg, denk ik. Waarom heb ik dit nog steeds in mijn handen? Ga weg. Om jezelf op te blazen. Ja, voordat Yannick dadelijk weer uit gaat schieten. Self-control. Ja. Maak maar een fundering. Wel een mooi vorm, niet zo'n vierkant. Je kan bijvoorbeeld hier de hoeken zo en dan eromheen gaan of zo. Ja. Het impossibility, ja. Ik heb verstaan een stukje Frans, hè? Even, hè? Nee, dat hoor ik. Voor de hoeken, kan je daar iets anders doen of niet? Ja, eigenlijk wel, maar... Nou, kies maar. Je kan daarvoor die dioriet doen. Ook doen, of zo gewoon... Wat was het? Godverdomme. Ik word hier zo moe van, hè? Wat doe je? Ik vergeet mijn bel. Oh, slim. Kijk. Oh, die is al bijna kapot. Nou, dan pak ik toch gewoon deze. Oké, wasbeker. Unbreaking 2 of smite? Unbreaking. Nou, niet smite nodig of zo. Ik denk niet dat je met hout gaat vechten, eerlijk gezegd. Oh. Maar met hout gaat vechten? Ja. Daar smite toch voor? Shit, we hebben bijna geen... Of wat is smite, bedoel je? Ja, weet ik veel. Smijten. Smijten, ja. Oké, ik ga even snel één ding doen. Ja, ik kan er even niks aan doen, maar... We hebben bijna geen hout meer, dus ik moet wel even. En dan krijgen we een mooie rond bos om ons dingen heen, hè? Haha, tada. Treppel. Even een moment. Ik ben eerder. Dat is echt zo. Oké. Ik heb nog steeds die deur om handen, oké. Zo, dit gaat wel snel. Wat misschien mooi is om de onderste met dioriet te doen en dan daarna met hout. Met zeg maar die hout. Dus zeg maar die laag die je als onder hebt gemaakt. Deze? Nee, die steen. Ja, die. En daarna heb je zeg maar steenfundering en dan een houten muur. Of zo. Dit dan? Ja, en dan bij alles. Nee, niet, ja, als vloer. Niet aan de binnenkant? Of? Ja, moet je zelf weten. Ah nee, ik wil de binnenkant wil ik dan wel met hout, ja. Oké, wacht. Even opnieuw. Ja. Ik ben nog steeds niet helemaal top in bouwen, mensen. Ik weet het ook. Filmpjes kijk wel. Maar. Ja. Wil ik hem zo afmaken of zo? Je kan hem als je wil nog iets meer naar rechts doortrekken. Dus in plaats van meteen naar... Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, kan. Ja, oké, okay, ja. En dan, ja, die. Exactly. Nee, oh my god. Wat is dit? Dan kan je meteen, ja, daar nog houden. En achter je nog houden. Deur. Daar ook, toch? Nee. Ja, ja, jawel. Ja, dat zou ik wel doen. Ja, ja. Oh, dat kan gedaan. Haha. En dan de rest van het hout en dan kan je nog wel gaan kiezen. Ach, ja. Oh, en wat ga jij met kerstmis doen en met nieuwjaar? Wij gaan gourmetten. Bij mijn oma, want die woont net in Helmond, maar die heeft dus gewoon. Ja. Verhuizen. Wat ik nog meer ga doen, ja, we hebben een leuke spelletjesavond dan. Oh, leuk. Met een quiz en zo, ja, dat is leuk. Maar de rest, ja, niet zo heel veel, denk ik. Ja, toch wel meer dan ik, zeg maar.
Ja, wat ga ik doen? Nou, mijn zoon gaat gewoon met hem, maar ja, hey. Ja, gaan jullie dat nou niet meer doen? Ja, mijn familie wel, maar ik niet. Jij gaat dan een serieus soepje ernaast zitten, zo van. Ja. Zij gaat dus haar verstandskiezen laten trekken. Morgen. Dat is gewoon één grote zelfmoordpoging, wat betreft bij kerst. Ja. Ja, ik had geen keuze. Doe je trapjes trouwens draaien? Ja, ik had geen keuze eigenlijk. Ja, want anders zou ze geld moeten betalen wat die verzekering had. Heel veel, omdat ik 18 word. Ja, ik word bijna 18, dan moet je zelf je dingen betalen. Oh, zou je hem wel zo doen? Lijkt net op een bank. Ik zou hem wel zo doen. Gewoon een bank voor je huis. Wow. Ja, nee, maar ik ga mooi lekker met een soepje bij mijn opa en oma zitten en mijn moeder. Je kan gewoon vragen, ja, wil je alle soorten soep voor mij kopen? Ja. Een deur trouwens. Die heb je uit de nedder gepakt. Maar die staat wel mooi bij je. Ja, jawel hè. Ja. Nou, oké, houten muur. Houten muur? Zal ik dat doen of? Ja, doe jij maar. Ja? Oké, wacht, ik ga even. Oké, we switchen even van... van, ja, hey. Van zo. Wat? Oké. Wow. Oh, ja. Oh my god. Oké, even wil ik wel uitleggen. Ik had met Simon had ik nog een aflevering opgenomen. Die zou 47 minuten lang zijn. Daarin gingen wij volgens mij naar de Nether en nog iets. En ik wilde hem dus net gaan editen. En toen zag ik dat ik alleen beeld had. Ik had alleen beeld. Nee, ik had alleen geluid. En mijn beeld liep vast. Dus dat heb ze wel vaker gehad. En dat is echt kut. Bij mij ook namelijk. Dat was een leuke aflevering. Ja. Met minigames en zo. Die was superleuk. Ja, die was echt heel leuk. Toen won ik ook altijd. Ja, je had oprecht gewonnen 2 keer. Ja, ik was echt in vorm. Ja, ik vond oprecht leuke dingen. Ik was oprecht echt super. Ik ben er niet gewend. Wacht. Nee, oké. Okay. Kan je een beetje naar dingen? Sorry. Ja, dus nee, maar dat is gewoon best wel kloten. Ja, dat is niet fijn, hè. Dus, maar goed, ja, het kan beter. Mm-hmm. Het kan ook niet anders. Het is niet anders, laat ik het zo zeggen. Ik heb te weinig blokken. Waarom maak je geen ramen? Ja, die maak ik dadelijk pas. Pas maar even op, je hebt nou 3 hartjes verloren. Ja. Ik vreet gewoon even waar. Kan ik goed. En als die hek ook even open gaat. Oh, mijn schild. Hey, hoe gaat het weg? Ik heb nooit een schild. Okay, ja. Je moet niet met mijn rechtermuisknop inklikken. Ik heb nooit een schild. Ik wel, dat is echt fijn. Als je dan een skeleton hebt, dan kun je zo afweren. Wij hadden genoeg hout, hè? Kug. Ja, we hadden zeker genoeg hout. Mm-hmm. Ik ben nog niet meer verder. Even kijken naar mijn kist. Nee, ook niks. Kijk in die andere kist. Je had een tour gegeven, hè? Andere kisten zijn leeg. Je had een tour gegeven in het huis. Ja. En je had dat laten zien in die stopplek. Ik ging echt helemaal stuk. Ik vond het grappig. Ja. Ja, ik legde hem even uit. Omdat sommige mensen, die hadden echt zoiets van... What the fuck? Ik kreeg letterlijk reacties daarover. Van waarom de fuck zit daar een dak op? Ja, maar dat was wel verstopt, ja. Dus ik had daar even uitleggen. Ja, hij ging zo en zo. Stuk. Even kijken. Je hebt nou nog niet genoeg. Nee, klopt. Ik ga even boompjes. Hebben we er nog geen boom mee? Er is een boom. Wat te snel. Oh, er zijn 2 bomen. Ja, jongens. We weten het allemaal niet meer. Nee. Maar, even een ding. Ik zei gewoon tegen mama. Van, als ik met kerstmis niet kan eten, dan ga ik gewoon mijn nieuwjaar gematten. Ja. Dat doe ik het wel in mijn eentje. Ja, maar kan je dan wel eten, denk je? Denk het wel, hè? Maar trouwens, ja, joh. Sure? Een week daarna, dan mag ik toch hopen. Ja, ik kom met mijn beugel ook in die... Ja. In ieder geval niet heel veel, of zo. Het enige wat ik weet... Of wat mijn moeder me aangeraden heeft, is als het, zeg maar, morgen, als ik van ben geweest, dan kom ik thuis, ga ik mijn pyjama aandoen, ga ik op de bank liggen en ga ik slapen. En dan slaap ik door de pijn heen, zeg maar. Ja, dat is echt kut.
krijg je wel verdoving en zo. Ja, ja. Dan ben ik juist het bangste voor. Meestal, ja. Krijg je verdoving in je wang en in je tandvlees, volgens mij. Oh. Ja, in je bovenkant, volgens mij. Nee, onderkant. Oh, mijn broer kreeg het in zijn bovenkant. Die moest een ding laten. Ja, ja. Maar goed, mijn broer die ging me helemaal bang maken. Want die zei, ja, je krijgt ook een spuitje in je tong en zo. Terwijl hij heeft gewoon zijn tongriempje laten afsnijden. Wat de fuck is een tongriem? Dit. Oh, hoezo? Bij hem zat daar vast. Hij kon zijn tong niet uitsteken. En hij kon niet bellen blazen en zo. Weet je wel, met kauwgom. Dus hem zat daar vast. Dus omdat hij wilde bellen blazen, heeft hij dat tongriempje laten afknippen. Nee. Grapje, grapje. Nee. Ik vond het gewoon heel vervelend, omdat hij gewoon nooit... Ja, snap ik. Dus, maar goed. Hij had dat dus dag gedaan en toen kreeg je dus een verdoving in zijn tong, wat logisch is. Toen zei ik me helemaal bang te maken van, ja, jij krijgt dat ook. En toen zei mijn moeder van, Marjolein, alsjeblieft, jij gaat niks aan je tong laten doen. Nee, precies. En ik moet toch gewoon niet luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Ik bedoel, ik luister veel te veel naar andere verhalen. Dat moet ik echt niet doen. Nee, je moet gewoon zelf... Sadness. Ja. Even kijken, ik heb meer van die dingen nodig. Hoe maak ik die? Wat is dan brex? Ja. Dan moet jij steen in de oven mikken. Oh, je hebt hier nog steen. Ja. Pak maar. Wat zoek je? Een oven. Oh. Ja, simpel. Ik dacht, je zoekt een crafting table. Ik denk, nu staat achter je. Ja, die ga ik wel even... Ik word hier dus echt gek van, hè? Ik krijg elke dag zo'n mail. Gewoon verplaatst naar spam dan. Ja, dat doe ik elke keer al. Ik heb een knop nodig. Een knop? Hoe maak je een knop ook weer? Gewoon zo. Oh ja, nou. Wauw. Zo. Nice. En toen? En toen gingen we verder. Godverdomme. Oh. En wat heb jij gedaan in de corona-lockdown periode? Genoeg. Maar ja, mensen willen niet meer met mij afspreken. Omdat ze allemaal van die kutregeltjes zijn. En ik ben er helemaal niet van. Dus ik spring van het dak af. Hij is... Nee. Oké, jij bent niet van de kutregeltjes. Nee, dus. Ik ga me laat maar niet opfokken door die hoerkinderen. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar... Fuck it. Oh, dat mag nee. Niet zeggen. Nee, maar ja. Nee, ik snap wel dat je irriteert. Ik draag ook geen mondkapje op school. Ja. Echt grote scheid aan. Ja, maar ik heb ook gewoon niet echt het idee dat dat ding werkt. Nee, we hebben echt veel meer Stonebricks mogelijk hiervoor trouwens. En ik ben naar mijn middelbare school geweest. Gewoon voor de lol. Waar? En... Hè? Welke? College. Oh shit, ja natuurlijk. Wat dom, ja. Okay. Ja, haha. Je werd beschoten. Ja, inderdaad. Oh, hallo. Hallo, daar gaan we dus even niet naartoe. Zijn we fans? Ja. Mag een handtekening, daar schrik je voor je kop. Oh, wacht, waarom ga ik... Oh. Je moet even eten en even healen, want volgens mij... Ja, je kent mij. Jullie kennen Janiek ook wederom, die denkt niet aan zijn hartjes en in één keer heeft hij er maar twee en dan denkt hij... Ja, goed. Ik zeg ook altijd, ik let echt niet op mijn voetbal, ik weet niet. Maar ik hou wel van eten, maar ik let er niet op. Nee, maar je hebt altijd, en dat zien jullie ook terug in de afleveringen, hij let gewoon niet op. Nee. En dat zie je heel duidelijk, want dan hoor je van, oh... Ja, kom, we gaan daarheen. En er staan allemaal zombies en skeletons en zo bij elkaar. En dan in één keer zeg je, oh shit, ik heb nog twee hartjes. En dan in één keer zie je in de... Oeh. Oh, ze hebben een... Ja, ik had mijn boog, hè, maar ja. Nee. Die is weg, ja. Ja. Ja, nee. Nee, maar ja, dat nee, maar dan hoor je hem gillen van, oh nee, ik heb nou twee hartjes. En dan zie je in één keer in de chat... Is opgeblazen door een creeper. Is neergeschoten door een skeleton. Is gevallen in de lava. Is doodgemaakt door een zombie. Ik kan zo gek niet bedenken of hij gaat dood. Ja, oprecht.
Het is vreselijk vervelend. Jongen, die horror Minecraft. Ja, die daar aflevering heb ik echt, 13 keer doodgegaan. Daar heb ik wel echt om gelachen. Oh. Oh, je hebt geluk, jong, met die creeper. Oh. Weet je wat? Nee. Boom. Ik ga het gevecht aan. Dom. Oh, er zijn nou 3 creepers. Achter je. Hey, Matties. Ha, boom. Hey. Oh. Ah, hij heeft die ander doodgemaakt. Leuk. Maakt waar is die? Niet uit. Oh, die is weg. Ja, die stond daar. Die is nou achter jou gelopen, Lou. Sorry. Ja, mooi brug. Ik was even... Wat de fuck doe jij? Oké, maak deze dag nog even af. En dan gaan we later het design doen. Ja, oh. Maar we gaan wel bijna stoppen. Ja, precies. Dus 20 minuten zijn alweer over. Ja, en daarom moeten we weg. Want ja, jij weet wel waarom. Ja, dat gaan we niet zeggen. Nee. Schijn. We zijn Inspector Gadget. It's a big secret. Yes. We zijn allemaal Inspector Gadget. Ik moet wel echt om 3 uur thuis zijn. Meer. Ja. Maar het is vlakbij de... Shit, het is 2:30. Ja, joh. Komt goed. Ik ga speed mode bouwen nu. Ook al kan het niet. Nou. Het is wel echt leuk, een dak bouwen. Ik vind dak altijd het meest vervelende wat er is. Yep, en dat duurt ook zo fucking lang, maar ja. Komt omdat die trappetjes die werken niet mee of zo. Nee, ja. Altijd, ik wil niet zeggen, maar nooit. Ja, klopt. Kijk, ik merk ook wel eens niet mee, maar die trappen al helemaal niet. Ik heb trouwens te weinig trappen. Ja. Shit. Nou, dan houden we hierop. Ja, dan houden we hierop. Dan hebben we een openluchthuis. Openluchthuis. En doen we er glas in? Op zich. Ja, dat kan wel. Want ik heb hier precies genoeg voor. Nee, denk ik niet. Jawel, kijk maar. Hier, 2. Oh! 1 over. Oh ja, dat is ook handig. Artistiek kunst. Zo, en dan doen we hier... Glas. We kunnen ook gewoon steen erin doen. Ja, kan ook. Op hout, ja, kan. Wat wil je, steen of hout? Steen. Wat staat mooier, denk je? Denk steen. Hout met steen vind ik nooit zo mooi. Moet ik even nodig zijn, want van dat huis, meer links... Hout met steen vind ik niet zo mooi! Ja. Nee, maar ik bedoel, het dak is van steen. Ja, oké. Zo? Ja, doe maar. Dan kunnen we eindelijk een keer zeggen, ja, we hebben samen een huis gemaakt. Ja, ja precies. Waarom? Nice. Oh, mooi donker hier. Nou, dit vullen we wel later even op. En ja, zo, en toortjes en zo. Ja. Oh, die hebben we hier. Ja, gewoon even zo. Later doen we die ramen wel een keer. Later dan doen we dat wel veranderen. Hebben we geen hout meer? Nee. Oh ja, over dit. Nee, voor dat. Dit, jawel. Ja. Oh, we moeten nog een... Nog één? Ja, voor binnen. Tada. Nou. Oh, wat mooi. Wat mooi. Ik vind hem oprecht wel leuk. Ja, toch? Ja. Maar ja, nog iets meer detail en dan is het perfect. Ja. Ik wil de bel. Hey! Even kijken. Het geluid staat niet aan, hoezo niet? Doe eens. Nog een keer. Nee. Nee, wacht. Volume. Oh ja. Mijn geluid staat uit. Nee, oh god, help. Yay! Oh. Fuck. Hoe kan dit? Geluid. Nee. Wat dan? Zie, denk ik. Godverdomme. Hoezo? Nee. Jawel. Waarom doet hij het niet? Zet gewoon even alles aan, dan weet je waar het aan ligt. Nee, options. Die aan. Friendly creatures. Nou. Goed, waarom disconnect drukken?
Nou. Dames en heren, dank voor het kijken naar deze aflevering. In de achtergrond ziet u ons mooie huisje. En ondertussen ben ik een rondel aan het rammen. Hou op! Dank je. Ik krijg echt koppen van jou. Nee, maar oprecht. Oh, mijn laptop is bijna leeg. Nou. Nou, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Doe, laat een reactie achter beneden. En rammel mijn bel. En rammel mijn bel. Doei doei. Hey!